Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag iets anders doen. Ik ga vandaag een unpacking met jullie doen van AliExpress. Het zijn pokeballs en daar zitten dan kleine pokémons in. En ik ben heel erg benieuwd, dus laten we het samen uit gaan pakken. Als je deze video erg leuk vindt, geef het een duimpje omhoog alsjeblieft. En misschien vinden jullie het wel zo leuk dat we het voor een herhaling gaan doen. En zo ja, laat vooral een reactie achter onder in de berichten, zodat ik het kan lezen. Het lijkt me erg leuk. Maar zullen we het pakketje gaan openen? Nou, laten we ze nu maar openmaken. Zullen we beginnen met Moldfresh? Ik koop altijd via Ellie, maar soms... Thank you, why? Omdat ze niet altijd passen. En soms heel raar eruit zien. Zoals dit moet Moltres voorstellen. Wat vinden jullie? Laat een comment below. Ja. Zo. En dan moet hij zeg maar zo in de pokeball. Oh. Nou, dat bedoel ik weer. Angelique is aan het knutselen. Superleuk. Moet je vaker doen. Maar als jullie het wel leuk vinden en het zeggen van ja, doe dit vaker. Laat vooral een berichtje achter, zodat ik het weet dat jullie het wel leuk vinden. Oké, dit is de onderkant. Doen we de Moltres erin. Deksel erbovenop. Die niet past. Wat doe ik nu weer verkeerd? Ik doe iets verkeerd. Ze moet bukken. Dit is Moltres in de Pokéball. Dan gaan we er nog eentje openen. Even kijken. Gengar. Yes. Een van mijn favoriete Pokémon's. Echt waar, Gengar. Oh. Ghost type. Love it. Er zitten allemaal losse dingetjes bij in.
zit ook. Oké. En nog een. Hij ziet er wel goed uit hoor, Gengar. Hoho, kijk nou. Yes, Gengar. Dit moet hier staan, zeker. Oh, en nog meer frutsels die je in elkaar moet zetten. Love it. Oh, verkeerd man. Zo. Wanneer ik weer iets niet begrijp, dat hier een gleuf zit, maar geen idee waarvoor die dient. Echt geen idee. Ik mis wat. Oh, ik weet wel waarvoor die dient. Ik heb hier nog een huisje. Oh. Ja. Nu begrijp ik het. Die ervoor. Gengar erop. Oh, hij is wel heel vet. Oké. Ja, dit is mijn favoriet. Oh, niet omvallen, Gengar. Je zegt net dat je mijn favoriet bent. Yes. Nice. Ik vind het wel erg leuk om te doen hoor, zo'n unpacking van AliExpress. Soms dan denk ik, yeah, dit is geweldig. En andere momenten denk je, wat heb ik nou gekocht? Zoals today. Oké, ik moet wel eerlijk toegeven, ik vind Gengar echt wel geweldig. Ooh. Nice.
denk dat hier een bloemetje moet. Hier. Oh. Hier. Oké. En waar moet men dan? Moet hij eronder? Oh, denk het wel. Of is het gewoon water? Espion. Oh, tuurlijk. Tuurlijk, val maar, Jeroen. Oké, Espion heeft graag geen zin in. Dan niet. Ja, oké. Dit was een beetje... een Pokémon review. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, geef de duimpjes omhoog. Sorry voor elke keer de auto's die langskomen, want ik zit langs een weg. En soms hoor je dat in de audio. Maar ik wou vandaag heel graag dit filmpje maken. Ja, vind je het leuk? Alsjeblieft, geef de duimpjes omhoog. En abonneer je vooral op mijn kanaal. Want ik weet zeker... dat straks als corona weer voorbij is, dat er meer gepost kan worden. Ook weer gewoon leuk over de Comic-Con event, waar ik echt heel veel zin in heb. Maar helaas, alles ligt stil. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo. Dus ik probeer vooral het kanaal op te leuken met andere dingen. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En wie weet tot de volgende keer. Doeg!